En op woensdag 25 november aanstaande wordt Suriname 46 jaar staatkundig onafhankelijk. Is Suriname 46 jaar staatkundig onafhankelijk. Het defilé in verband met de viering van zijn residentie wordt dit jaar in een ander jasje gestoken. De parade zal na jaren op een andere locatie worden gehouden. De verschillende eenheden hebben vandaag hun derde training afgewerkt. Daaraan hebben onder andere de politie, de brandweer, de douane en de beveiligings- en bijstandsdienst meegedaan. De oefeningen hebben plaatsgevonden in de omgeving van de Dr. Sophie Redmondstraat. Het leger was vandaag ook bezig met voorbereidingen op het terrein van de Mimrebuk-kazerne. Milton Kensmil, inspecteur van politie, zegt dat dit jaar de formatie van de korpseenheden zal verschillen met de voorgaande jaren. Ook zal er vanwege de COVID-19-situatie een strak voorzorgsbeleid gevoerd worden. Dus los van dat de eenheden op afstanden van elkaar ingedeeld zijn, in steden van lopen met vier gelederen, doen wij dat op drie. Hebben wij dit jaar dat na 46 jaar dat de parade gehouden wordt op het Kerkplein. Het is voor het laatst gehouden op 25 november 1975. Voor de laatste oefeneur en de eerste president van Suriname. En nu weer na 46 jaar. En het tweede verschil dat wij dit jaar zullen hebben, is dat zoals gebruikelijk iedere eenheid, beginnend bij korps penitentiaire ambtenarij, zodra zij zijn langs gedefileerd, dat gelijk een gemotoriseerde eenheid achter ze meegaat. Kensmil zegt dat na de manschappen er een heel lange rij aan voertuigen voorbij het defileerpunt zal rijden. De inspecteur zegt dat de eenheden gebrand zijn om op 25 november te lopen. De bedoeling is dat op de dag het geheel opgedeeld zal worden in twee delen. We hebben het statisch en het dynamisch deel. Bij het statisch deel daar gaan wij niet alle pelotons die deelnemen aan het defilé plaatsen voor de parade. Nee, we gaan dat ding een beetje gaan opdelen. Met die verstande dat de mensen of de deelnemers die niet ingezet worden voor het defilé, dat we ze elders even onderbrengen. Buiten het zicht van de paradeinspecteur. En nadat hij de inspectie heeft afgenomen, dat die eenheden zich gaan toevoegen. En dan komen we dan als collectieve eenheid, gaan we dan deelnemen aan het defilé. Dat is het dynamisch deel. Kensmil zegt dat de manschappen zonder mond- en neusbedekking zullen lopen, op advies van de gezondheidsdeskundigen. Dit vanwege de fysieke inspanning die gepaard gaat met de mars. De volgende trainingsdagen zijn op 18, 20 en 23 november.